Met een vrijwel volledig fitte selectie werkt FC Dordrecht toe naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Om de achterstand op nak weer te verkleinen, moet er vrijdag worden gewonnen. En dat na een periode waarin veel gebeurde. Nadat eerst Yoshima Lima Funso Oyo aflost als aanvoerder, nam Gerard de Nooijen de taak over van hoofdtrainer Ernie Brands. Toch verandert er weinig binnen de club. We hebben het altijd samen gedaan het zou het ook heel vreemd zijn dat ineens alles gaat veranderen. Ik was natuurlijk al trainer, alleen het is nu even iets anders omdat ik weer de pers moet woordstaan. En in ieder geval een van de opstellingen en langs de kant moet gaan coachen. Voor ons eigenlijk niks, alleen met de wedstrijd een band om arm. Voor de rest gewoon hetzelfde. Ik ben gewoon hetzelfde, dezelfde persoon. Alleen nu heb ik iets meer verantwoordelijkheid en meer overleg met de trainers. Maar voor de rest is het gewoon hetzelfde. Doordat NAC afgelopen weekend wist te winnen, is het verschil weer zes punten. Ook kreeg de ploeg uit Breda geen punten in mindering voor het opstellen van een niet speelgerechtigde speler. Ondanks dat hebben de Schapenkoppen vertrouwen om de achterstand te overbruggen. Ja, we hebben genoeg vertrouwen. Afgelopen weekend was het een, was een lastige wedstrijd tegen PSV. Die kon je verliezen. Alleen ik denk dat we het morgen vrijdag een hele belangrijke hebben. Als we die weten te winnen, dan... Uh... Het is alles weer open, dus uh, vertrouwen is, uh, is er nog steeds. Zou het zou gek zijn dat we geen vertrouwen hebben. Maar oké, alles afhankelijk wat morgen gebeurt. Hè. Morgen moeten we winnen, hè. dat is duidelijk. En uh, daar gaan we het z'n allen voor. Ojo is de enige speler die er zeker niet bij is. Verder is alleen Fernando Lewis een twijfelgeval. De aanvaller die in de winterstop overkwam, hoopt minuten te maken tegen zijn oude ploeg. Daarnaast kan hij de nooier vertellen hoe de tegenstander speelt. Natuurlijk uh, heb hier, zijn er wel vragen. Hoe het kunnen zijn in de wedstrijd. Maar dat heb ik natuurlijk mijn bijdrage gedaan. Ik denk wel dat het uiteindelijk uh, tussen de en de trainer is wat ik heb gezegd aan de trainen. Is het voor jou een speciale wedstrijd nu? Nee, ik denk het niet. Kijk, ik heb maar zes maanden dag gespeeld uiteindelijk. Ik heb maar een half jaar daar gespeeld. Dus kijk ik ben wel natuurlijk blij. Uh, het staat wel los dat ik niet. Uh, of wel blij ben dat ik de jongens weer zie. Maar het is, niet dat ik, uh, het is niet zozeer dat ik nu denk van ja, het is voor mij echt een speciale wedstrijd. Naast Lewis keert ook Giovanni Korte terug in de wedstrijdselectie. Als het morgenavond om 8 uur wordt afgetrapt, heeft FC Dordrecht maar één taak. Ik denk dat we morgen echt alles moeten geven om de drie punten binnen te houden. En als dat lukt, dan komt de druk weer op NAC. Dan is er nog een grote kans. Wij moeten gewoon punten halen en we moeten ook niet te veel naar NAC kijken. Dus als we vrijdag winnen, dat betekent nog drie punten achterstand. En dan moet Nak het ook weer gaan winnen natuurlijk hè, het weekend. Maar we gaan gewoon blijven doorgaan. En waar we naartoe moeten werken is gewoon uh, dat we de kloof dichterbij moeten gaan brengen.